Gemeente, ik wil deze preek beginnen met een voorbeeld, ook voor de kinderen en voor de jongeren, waarin met dat voorbeeld al veel wordt gezegd. Het gaat om een verhaal wat historisch is en wat zich afspeelt in een Oosterse landstreek, ergens in India, denk ik. Hij was de enige zoon van een arme weduwvrouw, kind van veel gebed en van vermaning. De verkeerde vrienden lokten deze enige zoon op het pad van de misdaad. De jongen werd betrapt als crimineel, in een gevangenis gestopt om daar jarenlang te verblijven, om zijn straf uit te zitten. U begrijpt, een vreselijke gewaarwording voor deze weduwe die haar enige zoon in de gevangenis zag verdwijnen. En slechts tegen een hoge losprijs zou de straftijd van deze jongen kunnen worden ingekort. Moeder bezocht de jongen heel trouw in de gevangenis en ze probeerde het vereiste bedrag bij elkaar te krijgen. Het kostte letterlijk haar bloed. Elke dag ging ze naar de rivier om stenen te sjouwen in de bedding van de rivier en die stenen te verplaatsen, te vervoeren, dat zij bloedige handen van kreeg, van die scherpe, zware stenen die ze sjouwde uit de bedding van de rivier. Ze sjouwde haar handen stuk. Bij elke ontmoeting zag de jongen zijn moeder weer en zag dat haar handen kapot waren door het zware werk wat ze verrichtte om de losprijs te kunnen betalen. De jongen kwam tot berouw. Zijn wroeging werd berouw. En na geruime tijd werd de jongen vrijgelaten. Dankzij de gebonden handen van zijn moeder kon hij de vrijheid in. Het vereiste bedrag had ze bij elkaar verdiend. En de jongen kon dus eerder dan de bedoeling was de gevangenis uit en de vrijheid weer in. Dankzij de gewonde handen van zijn moeder. Bloedende handen van zijn moeder. Toen hij nauwelijks vrij was, klampten de oude kameraden hem aan en zeiden: ga je weer mee? Vanavond, vannacht, het pad van de misdaad op, kun je veel mee verdienen. Dat geeft enorme spanning, dat geeft je een kick, ga weer mee. Het oude pad op, dat geeft spanning, doe mee. Werd aangeklamd door zijn vroegere kornuiten, die hem opwekten om de oude praktijk van de misdaad te hervatten. Maar de jongen weigerde. Ik doe het niet. Ik kan het niet. De vrienden hielden vol. Doe het toch, ga toch mee het pad van de misdaad op. Daar kun je mee verdienen. Maar de jongen zei: dat doe ik nooit meer. En waarom niet, zeiden ze. Mijn vrijheid heeft de handen van mijn moeder gekost. Het kostte haar eigen bloed. Ik kan het niet meer doen. En ik wil het niet meer doen. Dit levensechte verhaal, gemeente, geeft ook een treffende typering van de drie kernen van het ware geloof. De drie B's. We hebben nu een partij met drie B's. De boer-de-burgerbeweging. Maar de Bijbel heeft ook drie B's. Daar kom je verder mee. In geestelijk opzicht. De drie B's van de Heidelberger. U zegt ja, toch ellende, verlossing, dankbaarheid, zeker. Zo kunt u het ook typeren. Maar je kunt ook zeggen de drie B's. De berouw, het berouw. De bevrijding, dat is de verlossing. En de dagelijkse bekering, dat is de heiliging. De catechismus kun je samenvatten in drie B's. Dat kan niemand vergeten. Dat kan toch niemand vergeten. Zo moeilijk is het niet.